Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Aquasi. Dat is een geintje. Deze basiself gaan we het opnemen tegen Hull City. Ook deze wordt gesimuleerd. We hopen natuurlijk te winnen. A few moments later. En dat doen we ook. En dat doen we ook. We winnen met 5-1. Maar we winnen wel. Niet, we spelen gelijk. We wisten enorm te stunten door West Ham uit te schakelen in de vorige ronde van de beker. En nu moeten we dus tegen Liverpool. Dat wordt natuurlijk een hele taaie wedstrijd, maar... Ja, sommige mensen vinden het gay. Mino, Slaafje, Mino, allemaal aan de basis. En nu is het Fabinho met een uithalen, die mag het op de paal, zeg. Wat een knal, en dan krijgen ze ook nog eens een vrije trap omdat er een overtreding werd gemaakt. Vuurt die bal op goal af en die bal zit erin. Hele goede vrije trap, ja. Igas heeft de kwaliteit om zo'n bal binnen te rammen. En dan staan we al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Nu de steekbal, mooi balletje, keeper komt uit. En dan is het buitenspel. Heel mooi eromheen gedribbeld door Wijnaldum. Geschoten, maar de keeper redt gelukkig. Bal binnen. Ja, net wel. Ayew richting de tweede paal. Gekopt nog. En dan valt hij wel op de paal. En nu nog steeds Diouf. Afleggen. En dan is het gelijk. En Ketia doet het. Wat een gekke kops. Maar hij zit erin. En Ketia zet ons toch op gelijke hoogte. Wat een debiel doelpunt is dit, zeg maar. Hij zit erin. Ketia. Andere kant zoeken. Goede bal. Ayew. Geschoten. En de keeper red. Geschoten door Fabinho. Prima renning van onze keeper Woodman. Terug dat we niet nu nog een tegendoep krijgen. Fabinho geschoten. Gevaarlijk. Maar de keeper red. Dan is het wel rust. 1-1 de stand. Is mooi meegegeven. Sliding ont- En dit is goed gespeeld. Grimes is erdoor. Grimes is erdoor. Moet afleggen nu op Diouf. En dit moet hem zijn. En dit is hem ook. Het is 2-1 voor Swansea. Diouf zet ons op een voorsprong. En hoppakee, die doet even een saltootje. En we staan op voorsprong. Firmino nu komt er langs. Zat uit. De Goat komt erin. Wilfried Boni voor Enketje die niet toch behoorlijk vermoeid was. Echt. Dit is slordig. Ze blijven onder druk. Die bal wordt goed, wordt er gekopt. En is het toch gelijk. Ze zijn er aan die bal en we krijgen hem maar niet weg. En dan is het dan alleen toch een beetje optimistisch gespeeld door Liverpool. En valt hij toch binnen voor hen en is het gelijk. En die bal mooi gespeeld richting Mané. Die krijgt die bal voor. Firmino. En dan gaat hij gelukkig naast. Boni. Steekbaar zegt nu Diouf. Diouf neemt die bal mee. Diouf neemt die bal mee. Oh, en dan... Ja, daar gaat hij. Dan had ik misschien toch met links moeten proberen. Het wordt dus verlengen. Robert zelf dan. Iedereen duikt er weg uit die spits. Richt hem misschien uit. Voor hem haalt hij uit. Schiet hij. Krijgt hij die bal nog tegen zich aan. Maar gaat hij uiteindelijk naast. Ja, dribbel. Boni met de schaar. Komt langs Virgil. En gaat nu onderuit. Gaat nu onderuit. En dan wordt het... een vrije trap. Voor Liverpool. Boni. Boni nu met de uithaal en die keeper was aan de grond genageld. Gaat net langs de paal. De keeper stond daar echt toch helemaal muurvast aan de grond. Boni kaatsen. Goed gedaan. En nu meegeven richting Gibbs. Dit is goed. Richting Boni. Boni rechterkant zien. Goeie bal. Ayew. Nu richting Boni. Boni! Boni doet het! Het is 3-2! 3-2, het is Wilfried die het doet. Staat daar vrij. Stuurt Ayew goed zelf de diepte in. Is het raak. Staat hij daarna goed opgesteld in de 16. En dan ramt hij die bal binnen. Even uit het oog verloren door de lichten voor deze. En is het raak. We staan voor. Boni. Kopt die bal door. Maar dan is het wel afgelopen. We winnen met 3-2. En gaan weer door in de FA Cup. We stunten. En we schakelen Liverpool uit. Gelukkig heeft niets met Mario zo hartstikke goed, man. Ja, na zijn overwinning tegen Liverpool dan ga je natuurlijk met vol vertrouwen op naar zo'n wedstrijd.
Volgende is tegen West Brom, die staan boven ons. Behoorlijk wel punten boven ons, maar...